Want dan gaan we de Mont Ventoux beklimmen. De Mont Ventoux, even aan mijn hoofd, 1909 meter hoog. De grootste en moeilijkste berg die altijd in de Tour de France te zien is. Een klim van bijna 22,7 kilometer. Gemiddelde stijgingpercentage 7,1 met een maximaal van 11,2. 11,2, ik word al dronken na één biertje. Moet je nagaan. Kan je nagaan. En dat alles voor Energy for All. Voor kinderen met energiestofwisselingsziekte. Kijkers, ik zit hier bij burgemeester Adriaan Hogedoren achter in de tuin. Het is nog net niet te donker, dus het kan nog even. Burgemeester, we zijn bij u wezen kijken toen u bij de Knobbel ging oefenen voor het beklimmen van de Mont Ventoux. En toen hebben wij gezegd, wij komen als local team toch wel even naar het vragen van hoe het gegaan is. Hoe is het gegaan? Nou, de Mont Ventoux is wel wat anders dan de Knobbel. Je vond de Knobbel toen toch al wel, dat u zei, hij is pittig, maar... Ja, hij is pittig, maar ik geloof dat hij iets van 3% is. Maar ik heb op een gegeven moment, toen ik op de Mont Ventoux fietste, gezegd... Dan lijkt de Knobbel wel een afdaling in plaats van een klim. Want er zit wel heel veel verschil. Het was wel goed dat we de Knobbel hebben gedaan toen. Want ja, je moet toch echt wel oefenen in het klimmen. Het was natuurlijk allemaal bedoeld voor 14 juni om de Mont Ventoux te beklimmen met een team van 10 bestuurders uit de regio Noord-Veluwe. Ten behoeve van de stichting Join for Energy. Ja, mag ik vragen hoe u toen bij die stichting kwam? Nou, hier in Wezep woont Matthias Scherritsen die ziekte heeft. En zijn vader heeft me vorig jaar een keer uitgenodigd voor een bierproeverij. Ook zeg maar voor die stichting om daar geld voor mee te werven. En toen is het idee een beetje ontstaan. Maar zoals ik al zei, de Mont Ventoux is een pittige berg. Ik vind hem persoonlijk nog wat zwaarder dan de Alpe d'Huez. En daarom is het wel goed dat je daarvoor traint. Nou, in eerste instantie hebben we dat toen ook eventjes gedaan op de Knobbel. Maar ik ben zelf een week voorafgaand aan de Mont Ventoux beklimming, de 14e, samen met mijn vrouw een week op vakantie geweest, vlakbij de Mont Ventoux. En toen ben ik hem 3 keer op geweest. En ja, je merkt sowieso als je in de berg gaat fietsen, dat is heel anders dan het platte Nederland. Dus daar moet je echt aan wennen. En je merkt wel dat je per dag progressie maakt. Maar de eerste dag was echt verschrikkelijk. De eerste dag dat ik hem toen in die week vakantie zeg maar opging, heb ik er 4 uur over gedaan. Dus, voor één keer, ja, ik doe net af, ik heb geen idee hoe hoog als dat ding is. Maar... Ja, het is een berg van met een... Een lengte van 21 kilometer, bijna 22 kilometer. De eerste 5 kilometer zijn goed te doen, dat is iets van 5 à 6%. En dan krijg je 10 kilometer door het bos heen. Die zijn echt heel zwaar. Dat varieert tussen de 10 en de 14%. Maar je hebt ook geen bochten. Al het westen heb je een bocht, dus om de paar honderd meter kun je in de bocht een beetje de spanning van je been afhalen. Maar dat heb je daar helemaal niet. Het is allemaal één streep recht omhoog. En de laatste 6 kilometer, dan zit je ook boven de boomgrens, is helemaal kaal. En nou, de eerste 3 kilometer daarvan gaan we alweer, maar de laatste 3 kilometer zijn weer echt weer hopeloos stijl. En de eerste keer dacht ik, nou wat gebeurt me nu? Ik kwam gewoon nooit boven, ik moest er vaak ook afstappen. 4 uur. De tweede dag deed ik er 3 uur over, dat ging al een stuk beter. Ja. Toen heb ik een rustdag genomen en de derde dag maakte ik een tijd van 2 uur en een kwartier. Dus ik ging eigenlijk vol goede moed terug naar huis om de week daarna met het hele gezelschap met de bus vanuit Apeldoorn daarheen te gaan om dan op de 14e juni die beklimming te doen. Maar dan had ik toen de pech dat ik, toen we daar naartoe gingen, 2 dagen daarvoor een enorme buikgriep had gehad. Oh. En zondag 's avonds zouden we de bus instappen en ik heb echt getwijfeld, kan ik het wel doen, want ik was echt er beroerd aan toe. En dat heb ik op zich toen ook wel geweten. Dus ik heb niet meer mijn best gedaan om die tijd van 2 uur en een kwartier nog te verbeteren. Ik denk, ik moet gewoon boven komen. En nou, dat is op zich goed gelukt. Maar nou ja, goed, de tijd heb ik toen even niet druk gemaakt. Ik geloof dat ik iets van 3 uur erover gedaan heb. Op zich nog niet verkeerd. Nee, is niet verkeerd met de flinke buikgriep. Ja, dat is waar. Maar het is wel een hele belevenis. Vooral omdat je op dat moment zei, waren we er met 300 man. Dus het is ook een heel gezellig gebeuren. We zijn er donderdagavond aangekomen. Nou, vrijdag hebben we nog een training gedaan. Onder leiding van Rob Harmelink. Dat is nog wel een bekende wielrenner van vroeger. Die ook al etappes van de Tour de France gewonnen heeft. Wat ook wel bijzonder was. We waren daar met een gezelschap van 300 mensen. En er waren ook ouders met kinderen met die ziekte waren er ook bij.
En wat echt op indruk op mij gemaakt heeft, dat is dat de laatste 6 kilometer, waar het dan zeg maar boven de boomgrens is, ja. Daar heeft Rob Harmelink, die ik net noemde, die oud wielrenner, een jongetje van 10 jaar met die ziekte, die stond daar in zijn rolstoel en die heeft hij daar op zijn rug genomen en is met dat jongetje op zijn rug die laatste 6 kilometer naar boven gefietst. Dat was echt indrukwekkend. Ja. Dat jongetje vond het geweldig. En Rob Harmelink zei tegen ons vanavond s'avonds in de tent, jullie denken misschien dat ik dat zomaar doe. Hij zei, maar reken maar dat ik kapot was toen ik boven kwam. Ja. Echt helemaal leeg van energie. En dat vond ik heel mooi zoals hij dat toen zei. Toen zei hij, dan voel je dus één moment wat die kinderen eigenlijk elke dag voelen. Leeg van energie. Ja. En dat is natuurlijk het kenmerken van die energiestof in zijn ziekte. Dus de hele nare ziekte. En ja, dat was wel heel beeldend, een hele mooie metafoor. En dan denk je, ja, daar doe je het voor. Nou, het is mooi, wij hebben met ons team iets van €20.000 opgebracht. Ik heb zelf, meen ik, iets van ruim €2.600 bij elkaar mogen fietsen. En ja, heel veel bijdragers uit de samenleving mogen krijgen, van kleine tot grote bedragen. Ja, ik zeg, want het een en ander natuurlijk over gelezen, ook op Facebook, ja. Van alles. U was daar tevreden over het wat u binnenkreeg? Ja, nou ja, deze ziekte is natuurlijk lang niet zo bekend als bijvoorbeeld op de Alpen 6 dan gebeurt voor het KWF. Dus daar heb je wel wat last van dat het niet zo bekend is. Maar juist daarom ben ik ook wel heel tevreden met wat we wel hebben opgehaald. En het is ook heel mooi dat ook mensen gewoon wat kleinere bedragen overmaken, maar gewoon daarmee tonen dat ze het belangrijk vinden en, ja. En daarmee het ook steunen. Maar ook bijvoorbeeld de ondernemers, zoals een bedrijvenkring Oldenbroek, die een donatie van €500 overmaakt. Ja, dan denk ik, dat noem ik dan ook maar een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dat ze op die wijze zeg maar, ook hun steun voor dit soort zaken laten zien, is gewoon heel mooi. Ja, dat is speciaal nu voor u, dat geld voor deze stichting overgemaakt. Ja, want we hadden zo afgesproken, de reiskosten en de overnachtingskosten, die betalen we gewoon zelf als deelnemers. Dus alles wat we ophalen, dat hebben we gewoon voor 100% kunnen overmaken naar de stichting. En die hebben contact met een professor in Nijmegen die daar onderzoek doet om de ziekte beter te kunnen bestrijden. En daar hebben ze nog een hele weg te gaan. Dus dat onderzoek is ontzettend belangrijk en dat kost natuurlijk wel enorm veel geld. En dit jaar heeft de stichting met de Mont Ventoux, want er waren 300 deelnemers uit heel Nederland, €400.000 opgehaald. Ja, het zijn niet de grootste bedragen als je het vergelijkt met het KWF. Maar het zijn toch weer, ze waren er ook heel erg blij mee. Het zijn toch weer flinke bedragen waar ze een stuk onderzoek weer mee kunnen financieren. En ondertussen is het zo dat wij met elkaar ook gewoon heel erg genoten hebben. Ik heb op mijn fiets de Jan Jansen, die voor mezelf altijd nog aansprekend is. Want ik heb Jan Jansen in 1967 nog de Tour de France zien winnen. Samen met mijn opa heb ik dat gezien voor de televisie. En zoals de Mont Ventoux, dat is wat minder bekend dan de Alpen 6. Denkt u nou ook dat het door deze soort acties dat het toch wat meer bekender zal worden? Dat het in de komende jaren toch wat meer mensen ook aan die beklimming zullen meedoen? Dat verwachten ze wel en dat hoop ik persoonlijk ook. Het is geloof ik nog maar een jaar of... Ja, het was nu de 5e keer dat het gebeurde. En ze zijn met veel kleinere aantallen begonnen. Dus ze hadden nog nooit zoveel deelnemers gehad als dit jaar. Dus blijkbaar is het toch wel elk jaar weer meer. Nee, absoluut. Ik zou zeggen, ik ga het nu weer gewoon voor uw lol rondjes fietsen. Ik blijf wel fietsen. Bijvoorbeeld ook voor de streetrace, maar dat doe ik dan op mijn andere fiets. Ja, dan zien we jullie terug, hè? De ATB. En fiets is gewoon ook gezond en het is mooi om te doen. Ja. Absoluut. Dus we zien jullie nog vaak voorbij komen fietsen. Dat hoop ik wel. Ja. Ja.